En ja, wat natuurlijk bij is gebleven is het verhaal dat we die kwartet hebben gehad. Heel veel drama, heel veel seks. Gewoon veel drama, veel dingetjes, veel sensatie. Daar hou ik lekker van. Als ze lekker ruzie met elkaar gaan maken, dat vind ik ook leuk. Ik heb wel gehoord dat het een heftig seizoen gaat worden. Toen ik voor het eerst in de spotlight stond, dat was met Ex on the Beach. Ja, op televisie was de eerste keer wel Ex on the Beach. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Kids Top 20. Kids Top 20 was mijn allereerste keer op televisie. Ik denk Ex on the Beach. Ja, voor mij was de tijden van Facebook filmpjes, man. Ja, Temptation Island, dat was de eerste keer dan in de spotlight. En ik vond het doodeng. En ik voelde mezelf fantastisch. Hè? En ik stond Jim Bakker ging presenteren en hoe ik ernaast stond zo. Nee, de eerste keer op televisie was mijn Ex on the Beach. Dat was mijn allereerste keer. Nee, ik ben een keertje geïnterviewd door Po-nieuws. Dat was het enige. Ja. Ik ben wel eerder gevraagd voor tv-programma's. Ik moet eerlijk toegeven dat ik helemaal niet mee wou doen. Ik sta gewoon op AD, zeg maar. AD. Ik dacht van, jouw carrière is nog voorbij. Steeds. Ik ook, maar ik was echt... Ik dacht echt van, wat heb je Ik was voelde me ook echt down. Daarom zei ik het nou, is voorbereid. Maar ja, voor de rest daarnaast, Ex on the Beach natuurlijk. Ja, Damien die wou heel graag meedoen. En ik wou dus eerst helemaal niet, echt niet. En toen had ik met mijn ouders erover gepraat en zo. En hun zeiden, ja, maar sure, het kan ook wel leuk zijn als je het goed doet en zo. En dan weet ik veel, misschien hou je er wel wat heel leuks aan over. Ik keek wel altijd Ex on the Beach. Ik vond het een geweldig programma. Ik vond het heerlijk. Dus toen ben ik toch op gesprek gegaan. Toen dacht ik, ja, eigenlijk hebben ze wel gelijk. Denk ik, hij is toch een debiel. Dus dan heb ik tenminste nog misschien dan daar wat leuks. Bij Ex on the Beach was wel echt spotlight. Kijk, Kids op 20, ik was gewoon een van die achterlijke kinderen die allemaal zo... mijn roze shirtje, voelde mezelf helemaal fantastisch. Maar nu heb je weer een roze shirtje aan, niks vooruit te gaan dus. Ik was 4 dagen of 5 dagen alleen in Thailand. En er lagen 2 Thaise dames bij mij in bed. Sowieso mijn eerste dag in de villa was echt een hel. Ja, ik heb echt zo'n verschrikkelijk onthaal gehad. Ik was goed aan de kloten. Ik was zenuwachtig. Ik wist dat ik opgehaald werd. Ik was aan het trainen en toen kwam een van die mensen aanlopen van ja, je wordt straks opgehaald. Dus ik dacht, tering. En toen stond de productie voor de deur en ik dacht, hè, what the fuck? Dus voor mij was het helemaal een spontaan iets toen ik het op tv terug. Ik kreeg er zo gezeik over me heen, jongen. Oh. Eerst werd er tegen mij gezegd, yo, ja, we halen je om 10 uur op in het hotel. Heb ik daar gezeten in die lobby tot 12 uur. Dat was echt kut. Er kwam zo het muurtje achter lopen en er zei me iemand, ja, zijn uw nagels scherp genoeg? En dat was echt iets wat ik nog herinner en ik zo, hè, nagels? En toen zei hij, ja, je bent de eerste die toekomt en ik zeg, wat? De ene vond het heel grappig van de productie, de andere was woedend. Ik zei, ja, dan moet je mij niet 5 dagen hier alleen in een hotel laten, want dat gaat gewoon helemaal fout. En toen liep ik het strand op en toen dacht ik echt van, oké, nu gaan we echt de topmodellen krijgen. Toen stond alleen Odin daar. Ja! De eerste dag toen ik aankwam op het strand, vond ik het eigenlijk gelijk al wel leuk. Ja, mij was echt een kutdag trouwens, want... Ik vond het sowieso wel tegenvallen waar er aan vrouwen zat. Nou, ik vond het spannend, maar ook niet per se eng of zo. Ik moest gelijk op date natuurlijk. Het was wel echt een walgelijke date. Tantra, wie de fuck brengt dat nou? Ik had echt gehoord dat er echt lekkere wijven zaten. Dat vond ik echt, echt vies tegenvallen dit seizoen. Ik kwam daar aan, zei ik hi en niemand reageerde terug. Ik moest echt zeggen, hallo, gaat fucking niemand wat terug zeggen of zo. Toen zeiden ze pas allemaal, oh ja, hoi. Dat is raar, toch? Weet je wat de grap is eigenlijk? Kijk, zeg maar, als je heel eerlijk moet zijn. Het valt reuze mee. Als die afging, was je een soort van blij, want er is heel weg in die kutvilla. En dat ding ging af, dan dacht je, ay, let's go, zeg maar. Dat is en, dan, en dan nog samen die neer. Hoe, hij gaat weer af! Hij gaat weer af! En dan denk ik van, oké. Tering, juist, dat is de eerste... Oh mijn god, de eerste keer die fucking Tablet of Terror, toen hebben ze mij die Love Mansion ingestuurd. Toen ik helemaal fucking dronken was, terwijl ik altijd heb gezworen, ik zal nooit seks hebben op televisie. Oh, die had ik gepakt op het strand. Ja, dat was de eerste keer dat dat ding afging en toen dacht ik, huh, hoor ik nu wat? Nou, de eerste keer dat het ding afging, moest ik gelijk naar het strand. Ik stond daar zo, ik hing met mijn benen in de lucht zeg maar, tegen de badkamermuur aan al binnen 5 minuten. En daarna lag ik in een koprol in bad. Zeg maar, dan ging het ook helemaal fout. Ik had hem toen... Een momentje hoor, dat je eerlijk, ik had hem in mijn hand. En ik had hem in mijn hand, ik dacht, oké, dit is dus gewoon het ding. Waar gewoon iedereen over praat. Toen moest ik dat voorlezen. Ik wist wel van als de dingen afgaan, dat ik gewoon goed, luid en duidelijk moest praten. Niet dat, van, dat je helemaal zit te stotteren en zo, net als een of andere, dat je niet kan lezen of wat dan ook. Het leukste aan mijn deelname vond ik denk ik gewoon kijken naar hoe achterlijk iedereen is. Ik ging heel veel gewoon aan de zijkant zitten en ging iedereen een beetje zitten observeren. En ik vind ze echt... Echt allemaal gestoord. En dat ik even op paard gereden. Ik denk, als je kijkt naar Ex on the Beach, naar het begin, was de jacuzzi wel een binnenkomen waar je u tegen zegt. Ja, dat was wel leuk. Ik ben bij ons de feesten, man. Maar echt de feesten buiten de villa. Dus dat we naar clubs gingen. Plekken. Ja, geniaal, man. Ja, dat sowieso dat mijn vriendin kwam. Die nacht voordat mijn vriendin kwam, heb ik echt
goed huis gehouden, laat ik het zo zeggen. Ja, gewoon ook de eerste dag, we kenden elkaar eigenlijk pas 3 uur of zo. En toen waren we met z'n allen al met elkaar aan het zoenen en zo. Ja. Ja, gewoon alles, gewoon de hele ervaring. Het lijkt nog steeds wel een beetje onwerkelijk dat het als het ware dat het allemaal gebeurd is net op tv. Het besef is gewoon nog steeds niet gekomen als het ware. En ja, wat natuurlijk bij is gebleven is het verhaal dat we die kwartet hebben gehad. Ja. Dat is natuurlijk wel een groot verhaal geweest. Ja, het kwartet eigenlijk. Maar ook wel omdat dat meest is genoemd, zeg maar. Ja, gewoon die ervaring gewoon, man. Het is leuk, man, zeg eerlijk. Ik hoop gewoon vermaak, gewoon leedvermaak, gewoon dingen waarvan ik denk, oké, dit is nog nooit gebeurd. Want je weet natuurlijk waar je naar kijkt, je weet het is liefde, lust, drama. Er gaat toch ook iets gebeuren wat nog nooit eerder is gebeurd? Ja, klopt. Ik heb al gehoord dat het een heftig seizoen gaat worden. Ik vind dat anders, omdat ik heb daar zelf in gezeten en ervoor zou ik zeggen, ik heb heel veel drama en heel veel seks. Maar dan ben ik dan zo triest van die persoon die dan in die drama zit, dan denk ik van, oh. Ik hoop dat het een leuk seizoen wordt en dat mensen zichzelf zijn en daarmee leuk gevonden worden. Of niet leuk gevonden worden. Ja, het is toch nooit leuk als het een kutseizoen is. Maar nee, dat moet wel goed komen. De mensen die erin zitten, die zijn nogal vurig. Gewoon veel drama, veel dingetjes, veel sensatie. Daar hou ik lekker van. Als ze lekker ruzie met elkaar gaan maken, dat vind ik ook leuk. Tips voor de nieuwe exen. Aardig zijn. Kom liefdevol dat strand op, want anders ben je de lul, hè? En kom vooral niet als een mannetje in de villa. Want ja, de villa is helemaal mis. En wat je vooral moet doen, denk ik daarna, is ga niet direct met iedereen in zee, want er gaan fouten gemaakt worden als je zomaar alles aanpakt wat je wil. Als je als ex komt, moet je zorgen dat je mentaal sterk genoeg bent. Ja, wees gewoon jezelf en niet vergeten, het blijft zeg maar iets voor altijd wat op internet blijft, zeg maar. Dus denk goed na wat je gaat doen daar, man. Dit was MTV, mijn eerste keer. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken en te abonneren.